Niet met extreme uitgaven, zeg maar. Niets extreems. Yo, gast van Amsterdam.nl, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij. Momenteel zien jullie dat ik niet in mijn kamer zit, zoals normaal. Stefan. Hi. Stefan. Berenleuk. Berenleuk. Dit gaat zo goed, hè? Ja. Oh, wat is Stefan toch natuurlijk zo op de camera. Vandaag zijn we onderweg naar Spa. We zijn nu halverwege, we moeten nog een uurtje rijden. En dan zijn we er. Gaan we een leuk weekendje beleven. Ik ga karten, dus we gaan kartbeelden zien. Een kleine mini vakantievlogje, ja, waarom ook niet. Ja, misschien gaan we wel vet veel filmen, dat weten we niet. Ja. Maar jullie zien het allemaal vanzelf. Leuk dat jullie in ieder geval weer zijn. Als het goed is, is op dit moment mijn Tigers-parodie viraal. Manifestatie, hè. Dus als het niet zo is... Ja, dat zou wel kut zijn. Maar het is gewoon zo, dus het komt wel goed. Wij zien jullie straks weer terug. Als we waarschijnlijk zijn aangekomen. En hier komen wat mooie beelden van het mooie België. Yeah! Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh no, 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 no. There's much that I can do, really far big us too, and I miss you, hey, hey. Show me the way I can be with you, you and her, and no us. Yo guys, we zijn aangekomen in ons hotelletje. We zijn er op zich eigenlijk al wel gewoon al een dag, maar dat maakt niet uit. Maar ik dacht van, hey, ik geef jullie gewoon even snel een kleine roomtour. Dat hebben we nog niet gedaan en het is inmiddels wel een beetje meer een bende dan dat het was, maar dat maakt niet uit. Allereerst zien we aan deze kant onze spulletjes liggen. De cameratas, Stefans spullen, mijn spulletjes en wat boodschapjes wat we hebben gedaan voor ontbijt en voor snackjes voor in de avond. Dan hebben we hier alle twee onze bedjes. Stefan doet alsof hij het heel netjes bijhoudt allemaal. Kijk dat kopje ook. Hij weet ook gewoon wat hij doet, hè. Ja, een mooie, even lekker één persoon bed. Hoef ik niet naast hem te liggen. Dat is op zich wel chill. Hier hebben we een klein bureautje met Stefans switch. En Stefan, je staat als kast naast die kast. Maak hem eens open. Oh, wauw. Het is helemaal leeg. Daar zit dus niks bijzonders in. Dan hebben we best wel een grote tv. What's up, what's up? Met alleen maar Franse scènes, dus daar kunnen we niks mee. Hier ligt nog mijn koffertje. Mijn kartschoentjes en gewoon een onderbroek random. En nog meer random zooi. Oh ja, ik heb een laptop meegenomen. Oh, hier trouwens ook mijn fingerboardje. Dit is echt super chill fingerboard plekje. Maar ik moest een extra toetsenbord meenemen. Omdat het toetsenbord van die fucking laptop is gewoon kapot. Oké, dan hebben we hier de wc'tje. Wat chillen wc trouwens. En badkamer, lekker groot. Ons spul ligt hier ook al gewoon lekker overgespreid. En zoals Gio ook altijd hier zo vlogt in de badkamer, hè Gio, als je dit kijkt. Ja, oké, dat voelt dus zo. Nice, ik ben geen vlogger, maar dat maakt niet uit. En dan gaan we hier zo, mooi douche. Mooi douche. Clean, alles netjes. Alles netjes. Ziet er goed uit. Het is een super chill verblijf. En we zitten hier wel best wel chill eigenlijk. Het uitzicht is, nou ja, niet heel bijzonder. Maar het zijn leuke huisjes. Het is boven de ochtend. In de ochtend staan hier allemaal mensen te werken. Ik weet ook niet waarom dat is. Maar ja, het is wat het is. Dus we gaan nu nog eventjes op reis kijken of we nog wat leuks kunnen spotten. En dan zien we jullie bij de volgende kat weer. Yo, Stefanus, Adrianus. Hoi. Alles lekker? Zeker. Kijk, dit is ons huisje. En ik film nu vanaf mijn GoPro, dus het is allemaal even wat andere kwaliteit. Wij gaan zo meteen met mijn gekke woggy gaan we weer eens onderweg. Het was nog even een stressmomentje, want ik heb je nu vastzitten op zo'n handvat. Alleen, ik was dus zeg maar dat dingetje om connecten kwijt, dus dat was even schrikken. Maar wat gaan we nu even doen, Stefan? We gaan eerst naar de karrebaan, voor jou kijken of je voor jou een race kan fixen. Yes. En daarna gaan we naar de waterval van Co.
Watervallen van Co. Wat het dus was, ik probeerde te reserveren via een website. Kan je alleen maar met creditcard en zo. Kan je alleen maar met creditcard en zo betalen. Dus nou ja, dat is natuurlijk niet heel handig. Dus toen dachten we van, nou ja, weet je wat, dan gaan we er gewoon even langs. Gaan we kijken of dat werkt. Mondkapjes zijn mee, want alles moet hier met een mondkapje op. En nou ja, we gaan het overleven. Dus ja, wij gaan nu eventjes naar de kartbaan. Gaan we even kijken op het circuit of we daarop kunnen komen en dergelijke. En dan zien we jullie strakjes weer terug. Ja, ja, daar zijn we weer met onze mooie mondkapjes op. We zijn hier nu aangekomen op de parkeerplaats van het kartcircuit. Maar we zijn een uur te vroeg. Maar het probleem is dat ik niet kan reserveren online, omdat ze alleen maar creditcarden hebben, maar ja, ik geen creditcarden heb. Dus nu moeten we wachten totdat we wel kunnen reserveren. Dus nu gaan we maar even kijken wat we kunnen doen voor het volgende uurtje. En dan ja, zien jullie wel, jullie zien vanzelf wel wat er gaat gebeuren, want jullie kijken de video. Hallo Doekoe. Ja, ja, daar lopen we dan in Malmedy. Met ons mondkapje op, zoals je kan zien. Zeker. Het is super chill, maar het is wel mooi hier, zoals je kan zien. Hier een grote paal. We hebben zojuist ergens geparkeerd en je moet hier overal betaald parkeren. Maar daar staat de vent achter. Oh joh, ze testen hier niet, dus je moet echt niks betalen, man. Ben je gek? Dus we hebben nu niks betaald. Dus als we op de bon gaan, Stefan. Dan weten we wie we de schuld gaan geven. We gaan nu even lekker lunchen, want we moeten toch wel wat doen deze tijd. Even kijken wat we gaan eten en drinken. We zien hier een mooie ingang, dus ik denk dat we hier naartoe gaan. Oké, Stefan. We hadden Ardeense kroketten. Wat vond je ervan? Structuur was best wel goed van die kroketten. Oké, structuur was best wel goed. Waar smaakte dat naar? Nou, goed met een klein stukje kaas in het midden. Oké, wat ben je nu nog aan het eten? Sla. Nice. Ik heb meer mijn laatste hapje nog. Ik vind vooral smaken naar eigenlijk gewoon een kaaskroket met oude kaas. Maar het is prima te doen. Het is prima te doen. We gaan zo weer even terug naar de kartbaan om te kijken en hopen dat die dan wel open is. Want dan kan ik nog even reserveren en dan kan ik nog even voordat we gaan racen. Want uiteindelijk zitten we hier voor een kartrace. Die is aanstaande zaterdag. Het is vandaag donderdag. En ik wilde eigenlijk voor die race wilde ik nog even gaan oefenen. Zodat ik een beetje het circuit ken en dat ik misschien toch iets meer kans maak. Iets meer. Dat er nog wel iets leuks gaat gebeuren. Dus ja, we gaan zo meteen even terugkijken of ik kan reserveren. En dan gaan we waarschijnlijk even het water opzoeken, want het is super warm. Zoals jullie kunnen merken, ik ben niet per se een vlogger. Ik ben daar niet zo goed in. Maar ja, we moeten toch wat, want we willen content maken. Dan zijn we dan op het circuit van, het kartcircuit van Spa. En ik ga zo meteen lekker oefenen. Stefan, die doet niet mee. Nee. Nee, we gaan zo gewoon lekker even racen. Even kijken wat ik ervan bak voor zaterdag. Even inrijden en zo. En dan gaan we kijken hoe snel ik het ga schoppen. Ik weet niet eens of ik ook wel ergens kan zien hoe hard ik ga. Maar ja, dat merken we allemaal vanzelf wel. Het ziet er in ieder geval tof uit. Veel hoogteverschil. Dus ik heb er heel veel zin in en ik neem jullie lekker mee. Kijk, hier op mijn helm gaan jullie lekker mee worden genomen. Dus dat wordt vast wel leuk. Daar gaan we dan, guys. Thank you.
jullie zijn weer van de helm af. We gaan weer naar huis. Er is weer een andere heat bezig. Het ging goed. Ik ben eerste geworden met bijna 1,5 seconde voorsprong. Kon veel sneller, maar zoals jullie konden zien, de hele tijd zaten er mensen voor me. Dus dat was wel vervelend. Maar ja, weet je, het is wat het is. Ik heb de baan een beetje kunnen proeven. Dus we gaan het zien. Ik verwacht eigenlijk niet zoveel van mijn performance zaterdag. Maar ik heb dus wel een keertje extra kunnen oefenen. Dus dat, ja, dat is wel chill in ieder geval. Stefan, hoe vond je het kijken? Fucking chill, man. Ja, hoezo? Lekker tussendoor gereden allemaal. Dus. Ja, ik heb wel iedereen mooi kunnen inhalen en zo. Dus dat was wel leuk. En dan gaan we nu nog even wat andere leuke dingen doen. Even boodschapjes halen, moet ook gebeuren. Wat gaan we vanavond eigenlijk doen? Eten. Ja, dat sowieso, maar ja. Yo, en ineens zie je een foto en is de vlog voorbij. Wow, wat een abrupt einde ineens, hè? Ja, dat klopt. Ik heb de volgende dag ook nog opgenomen en de dag van de race zelf. Ik ga dat alleen even opsplitsen in 2 verschillende video's, anders wordt deze te lang en dat vind ik zonde. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later.